Glasweefselbehang geeft je muur een bepaalde structuur en maakt alles mooi stevig en strak. Het is daarnaast eenvoudig af te werken en is zo een goede basis om te combineren met een lambriseringprofiel. Voor het behangen heb je nodig behangtafel, behanglijm met emmer, behangsetje met schaar, Stanleymes, borstel en doek, rolmaat, snijlat, behangspatel, waterpas en potlood. Zorg dat de ondergrond vlak, droog, schoon en vetvrij is. Meet van de te behangen muur de maat en snij of knip het glasweefselbehang af op een overmaat. Overmaat wil zeggen dat je in de lengte wat langere stukken van de rol afsnijdt dan eigenlijk nodig is. Houd de plakrand van het behang in de gaten. Bij het uitrollen is dat de onderzijde. Dat staat ook aangegeven op de verpakking. Smeer met een blokwas de muur rijkelijk in met behanglijm. Sla niets over. Smeer dus ook de randen en hoeken goed in met lijm. Breng het glasweefselbehang aan en kijk daarbij goed wat de op de rol aangegeven plakzijde is. Druk het glasweefselbehang goed in de lijm en druk het behang stevig aan met een kunststof spatel of een gladde rubberen roller. Snijd dan met een scherp Stanleymes de overmaat langs plint of lambrisering af. Mooi recht snijden doe je langs een snijlat of een behangspatel. Zorg echt altijd voor een superscherp Stanleymes of breekmes. Breekmessen zijn ideaal omdat je altijd een scherp mes voor handen hebt. Haal overtollige lijmresten weg met een vochtige doek. Voor een foutloze, loodrechte aansluiting breng je de volgende baan overlappend aan. Deze hoek lijkt moeilijk, maar als je de handelingen van Ed volgt, komt het ook met jouw hoek straks helemaal goed. Snij langs een snijlat of waterpas de twee lagen door.
Haal het overlappende behangstrookje langs de snijlijn weg. Haal daarna de laatst geplakte baan iets los, zodat je langs de snijlijn het losse strookje aan de binnenkant kan verwijderen. Zo krijg je een perfecte naadloze verbinding. Druk het geheel dan aan met de spatel en haal de laatste overtollige lijm weg met een vochtige doek. Eddie, ready.